Ik wil jullie wat meer vertellen over het boek Bommen op de dierentuin. Het is geschreven door Wilma Degeling en Helen van Vliet. En het is deel van een serie Terugblikken. Dat gaat over allemaal historische momenten. En dit boek gaat over het begin van de Tweede Wereldoorlog. Het boek gaat over Jacob, die woont in Rotterdam met zijn ouders en zijn zusje. En aan het begin lijkt het hem best wel spannend, de oorlog. Hij gaat kijken, vliegtuigen komen over. Maar als op een gegeven moment de hele tijd het vluchtkoffertje klaar staat in de gang en als ze steeds vaker de schuilkelder in moeten, dan vindt hij de oorlog een stuk minder leuk worden. En zeker wanneer de dierentuin, waarin zijn oom verzorger is, gevaar loopt en de dieren ook gevaar lopen, is hij steeds vaker in de dierentuin om zijn oom te helpen. En dan komt hij tot de conclusie, deze oorlog is toch niet zo leuk als ik eerst dacht. Het is best een spannend boek en achterin vind je ook nog informatie over de oorlog, hoe dat is verlopen en daar kan je dus nog meer informatie over lezen.